Hello my fellow warriors and welcome to another gameplay video from the Woodland Warriors NL. Today we are playing at Veluwe Airsoft and it's our first time visiting this field. Today we are playing with 5 teams of 2 players. I am playing together with our newest team member Vibren and our rivals of today are Ayrton and Eva, who we already know because we have played with them in previous scrims. Let's jump right into the action of today. Helaas. Wat heb je? Heeft mij wel niet goed vieren. Ik gooi mijn smoke en dan gaan we naar voren, ja? Ik zit recht voor jou. Respawn! Yep. Nu pushen, nu pushen. Nu is 2 tegen 1. Team Bravo wins the first round. On to round number 2 with the neutral bomb. Both teams can capture the bomb and need to defend it as long as possible. Als jij vuurt, dan ga ik vooruit. Ben ik het? Ja. Oh. Oké, ik heb hem niet gevoeld. Oké. Respawn! Oké, ja, mijn dekker terwijl ik naar de bom loop. Nu maar ga ik naar de bom toe. Okay,
zeggen. Is op links voor mij. Links voor mij. Het. Lekker weg. Ja. Endgame. Gezet. Ah, kut hoor. What the fuck? Ik wil alleen het klepje open doen. Doe het niet meer. So guys, we've won round 2. On to round number 3, where we play against Bravo team again. This time playing for the neutral bomb. Eva die zit achter een houten dekking. Als je haar kan flanken of zo mooi zijn. Achter die houten dekking. Ik ga hem pushen. Bom is een pak de smoke mee, neem de smoke mee. Neem die smoke, gooi hem eens ervoor. Go, go, go.
Respawn! Kijk of de bom nog van ons is, dan vind ik jou. Ik heb even aan ons veld vrij. Het! Respawn! Respawn! And just when I ran out of ammo, it was also the end of the first half of this day, and also the end of the first part of this video. Join me in the second part of this video for more action on the snowy day at Veluwe Airsoft. I want to thank you all for watching, I hope you liked this video. If you did, please leave a like, subscribe to my channel for more airsofting videos coming up in the future, and I hope I will see you on part 2 of this video.